We zijn onderweg naar Garderen. En dan naar Gasterij, hoe heet die nou? Zondag. Oh ja. Gasterij Zondag. Gasterij Zondag. We leven alleen vrijdag, maar dat maakt niet uit. We gaan even kijken. Zo, nog een kilometertje. We hebben ontzettend veel in de file gestaan onderweg. Maar bij ons in de regio is vandaag de vakantie begonnen. Dus we waren niet de enige die er ooit op gingen. Opnieuw berekenen. Neem de volgende links af. Daarna bereikt u uw bestemming. Hier zie ik een bordje camping. Opnieuw berekenen. Zo, schat, ik heb gekookt. Kom je eten? Ja, ik heb gekookt. Dus we gaan even uitpakken. Zo, nou, ik heb het gastel schoongemaakt. Wat heb ik? Schnitzel met allerlei groenteprut. Lekkere salade en zie maar lekkere sperrippies. Ja, kleintje. Ja, klein beetje maar. Ja. Zijn we lekker wezen halen hier zo bij de gasterij. We konden ook daar gaan eten. Maar ja, weet ik niet. Wij zijn nooit zo van het uiteten. Doe maar lekker gewoon zo en prima. Eet ze, schatje. Eet ze. Zo, even een lekkere stukje. Een avondwandeling in het bos van Garderen. Kijken of we nog wat beestjes kunnen spotten. Je weet het nooit. Het is 8:30. Het is nu 8:30. Het heerlijk gegeten zoals je zag. Ik zou dadelijk of morgen ook eens eventjes een overzichtje geven van de camperplaats. Allemaal stammen die begroeid zijn met allerlei planten, varens. En de rest, waar ik de namen niet van weet. Nou, zoals je ziet hebben de tas nog steeds de rugzak om. Die we toen in Valkenburg gekocht hebben. Dus valt weer alles mee. Wordt goed gebruik van gemaakt. Er zitten wat spulletjes voor Moos in. Waterbak, drinkfles. Nou, ze zijn er in ieder geval wel. We hebben ze nog niet gezien, maar hier komen gigantische woelplekken tegen. Soms vraag je je af van, joh, waar houdt die beesten eigen schuil? Ja, uiteraard in het bos, maar dan heb je toch zoiets van, dat moet je toch wel eens een keer zien. Maar het is echt wanneer dat het gaat schemeren, is onze ervaring. Dan zie je toch wel de meeste beesten, hoor. Maar ze hebben aardig huis gehouden hier. Gasterij Zondag. Hier staan we dus met de camper naast het restaurant. Speciaal veld gemaakt voor campers. De ingang van de camperplaats. Je ziet het. Hiernaast is dan dat restaurant. En dan daarnaast is de ingang van de camperplaats.
Meus geeft nog eventjes een spoutje water. En je moet je eigenlijk dus aanmelden in het restaurant. Nu in de coronatijd moet je van tevoren reserveren, helaas. Maar ja, goed, dat is wel begrijpelijk. Nou, zoals je ziet staat het aardig vol. Je ziet dat over het algemeen de meeste campers aan die kant staan, omdat daar stroom aanwezig is. En dan heb je aan deze kant ook nog het een en ander. Ik weet niet of ze hier toelaten. Er is ook een servicepunt aanwezig voor de campers. Vuil water lozen. Schoon water innemen. En natuurlijk het chemisch toilet reinigen en legen. Daarachter staan nog wat vuilnisbakken. En de plaatsen zijn inclusief stroom €15 per dag. Dus dat is een hele mooie prijs. Nou, zoals je weet zijn we net een boswandeling wezen maken. Dat is echt 300 meter lopen en je staat midden in het bos. En er staan allemaal volop wandelroutes aangegeven. Dus camperplaats, gastrij zondag in Garderen, €15 per dag. Inclusief alles. Goedemorgen. Wij zijn er weer klaar voor. We gaan een fietsroutetje doen. Die hebben we uitgezet. Via de app hebben we die gevonden. Volgens mij een fietsroute van 29,5 kilometer. Moze tent is weer helemaal klaar. Het is vrij warm. Dus vandaar dat zijn lijvertje ook opgezet is. Dus we gaan kijken wat het ons brengt, de route. Hopla! Hartstikke plaats. Zo, kleine pitstop. Eventjes op een bankje hier in het bos gaan zitten. En wat nippen. Even wat nippen. We hebben nu 10 kilometer gefietst. Voor mij wel. Ja, 10 kilometer hebben we gefietst nu dus. En we zagen dit bankje op een open veld, dus we hadden zoiets van, nou, gaan we eventjes zitten, hè? Ja, jammer van die gillende jong. Wat? Jammer van die gillende jong. Nou ja, dat heb je met een picknickplek, hè? Moos die is ook, waar is Moos? Nee. Onder je. Ja. Nou, op dit moment alleen maar door het bos heen gereden, dus... Hoop van die elektrische scootertjes. Die ook 8 km per uur gaan. Dus. 8? Beetje idee Flintstone auto. Ja, een beetje Flintstone auto, ja. We nog beter trappers op kunnen zetten. Lekker emotie. Even uit dat fietsmandje. Die zou er wel moe van wezen. Nou. Brasserie. Schovenhorst. Smaakt goed zeker? Ja, lekker. Mondje wil ook altijd cappuccino. Oh. Of tenminste latte, hè? Ja. We nemen meestal een latte. Die meer koffie voor geld. Zo over nagedacht, hè? Ja, maar het is wel zo. Hier houden we het een en ander aan spullen bij het restaurant. Dat is wel grappig. Goed, we zijn weer klaar voor vertrek. Op naar de volgende kilometers.
Zo, het weekend zit er weer op. Jammer genoeg, het is erg hard gegaan. Ja, helaas. Zeker hard gegaan. Voor ons was het een erg leuke plaats. Ik kan mij voorstellen dat mensen die geen drukte gewend zijn en in een woonwijk wonen, waar één keer in een uur een auto langskomt, dat ze de weg storend vinden. Wij zelf vonden het niet storend. Daar wij zelf aan een hele drukke doorgaande dijk wonen. Dus ja, voor ons voor herhaling valt bij. Mooie... Ja, maar s'avonds valt wel mee, hè, s'nachts. Ja, voor ons wel. Ja. Maar ja, wij zijn altijd herrie gewend. Dus ja. Maar net wat ik zeg, voor ons voor herhaling valt bij. Mooie plaats. Lekker eten. Mooie omgeving om te fietsen en te wandelen. Nou, voor ons zit het er weer op van het weekend. Vond je het leuk? Nou. Duimpje omhoog natuurlijk. Duimpje omhoog. En het abonneren op ons kanaal kan ook gratis. En dan mis je niks. Dan krijg je zodra wij er wat opgezet hebben, krijg je een e-mailtje als je het belletje ook aangedrukt hebt. En tenslotte vinden wij dat ook leuk. Hoeveel abonnees hadden we nou? Ja, 99. Op naar de 100. Dus we hoeven er nog maar één bij, toch? Ja, af en toe haken er een paar af, maar dat maakt ook niet uit. Dus... We komen maar niet op de 100. Nee. Vind je het leuk, duimpje omhoog. Vind je het niet leuk, gewoon lekker niet meer kijken dan. Zo is het. Nou mensen, tot volgende week. Doei. Doei.